Meneer De Kouwer, de Belgische ploeg die presenteert zich heel sterk hier vandaag ook weer, hè? Ja, goed, hè? Ja, inderdaad. Jonge Vermeers die met een geweldige laatste kilometer uiteindelijk dan podium haalt op een WK. Van specialisten, met specialisten. Denk ik niet dat Vermeers de grote specialist tijdrijder gaat worden, maar hij heeft er werk van gemaakt. En het loont dus, ja, dat is geweldig. Elke deelname van elke Belgische ploeg leidt tot succes, dus dat wordt zondag toch heel spannend, denk ik, hè? Ja, zondag moeten de puntjes op de i gezet worden natuurlijk, hè. Maar dat is nu wel toevallig het moeilijkste van het moeilijkste daar, hè. Dat is, tijdrijden is een geëikt iets, als je dat kunt en je bent erop getraind en je bent bij de betere, dan behaal je je plaats die je kan behalen. Tijdrijden ligt niet, maar zondag wint niet de beste altijd, dus dat wordt nog een hele moeilijke klus. Welke medailles verwacht José De Kouwer hier nog? Of in Leuven? Ik verwacht hier nog de junioren. Gaan ons absoluut nog verrassen. Die waren 1 en 2 op het voorbije Europees kampioenschap. Het is iets anders hier. Maar die gaan meedoen. Er komen ook altijd goede Australiërs en Amerikanen meedoen bij de junioren. Het is een heel verrassende categorie. Maar dat zou me niet verwonderen mochten we bij de junioren een medaille behalen. 1 en 2. Of 2 medailles zou heel straf zijn. Jan en Vlad dan? Ja, onder andere. Maar dan ja, kijken wat het bij de vrouwenkoers wordt. Niet direct bij de vrouwenkoers tijdrijden, maar vooral bij de teamrelay kunnen we misschien nog net voor een medaille strijden. Bij de koers voor de vrouwen, bij de profs in Leuven, denk ik dat we daar met een goede Lotte Kopecky meespelen voor een medaille. Bij de mannen zijn we de uitgesproken favorieten. Maar of we dan winnen, dat is natuurlijk nog een andere vraag, hè. Wie heeft jou ontgoocheld tot nog toe? Ontgoocheld? Nee, zeker geen Wout van Aert, zeker geen Remco Evenepoel. En vandaag ook niet, ja. Nee. Wie verwacht je zondag als te duchte concurrent voor ons Belgisch team? Zo'n Asgreen bijvoorbeeld. Een hele rare kwiet. Hebben we ook gezien op de Ronde van Vlaanderen. Iets heel dom. Mathieu van der Poel. Er wordt weinig gesproken over Mathieu. Misschien... Daar is het gevaar, denk ik, hè? Ja, nee, maar Mathieu is zo iemand van, je weet nooit. In principe kan het niet. Maar hij heeft al zoveel dingen gedaan in zijn leven waarvan je zegt, het kan niet. Maar ja, de uitgesproken favoriet met 5 sterren is Wout van Aert. En dan 4 sterren bestaat er niet, denk ik. En dan gaan we naar 3 sterren. Maar of je dat wint, hè? Je spreekt niet van Alaphilippe? Alaphilippe rijdt een beetje hetzelfde parcours dan vorig jaar. In die zin, aanloop naar het WK, niet echt veel winnen. Hele rare wedstrijden gereden in de Ronde van Frankrijk toen. Die niet leidde tot winst. Nu weer in de Ronde van Groot-Brittannië. Fouten gemaakt in de sprints. Te vroeg aangaan, bergop, met een Wout van Aert in uw wiel verliezen. Maar ja, ik heb hem zaterdag bezig gezien in de grote prijs van Petegem in Panis. Was hem heel goed. Alaphilippe is Alaphilippe, hij is de renner die er bovenuit steekt samen met. Is een van de favorieten, van de 3 sterren favorieten, denk ik dan. Laatste vraagje nog, waar valt de beslissing in Leuven? Oh ja, dat is een hele moeilijke, in Leuven. Bedankt voor dit interview. Ja.